Ik krijg niets betaald. Zoals nou, snabbelkutje, zoals Femke Louise. Of ze snabbel lulletje, Timmetje. Ja? Want ik doe mee met een test. Omdat ik dan mijn coronavirus heb gehad begin maart. En ik geloof er nog wel in. Ja? En dan moet zo'n snabbelkutje zoals Femke Louise, die een miljoen volgers hebt en die wordt afgemaakt straks bij Evgeny, dan ben ik wel benieuwd. Maar ja, ondertussen is ze ook bij Rinkink in de Stars. En het is ook een RTL-programma. Dus ik weet niet of ze haar gaat aanpakken met haar beugeltje. Nou, ik ben benieuwd. Ja? Eigenlijk moeten ze allemaal schammen. Kijk, het zijn allemaal van die snabbelaars die willen zingen. En nu hebben ze op een gegeven moment hebben ze geen werk meer. En nu hebben ze aandacht nodig. Sorry hoor. Ik zou ook niet meer naar haar Rinkink in de Stars kijken. En dan zitten twee van die kankerdebieltjes, of ik mag niet kanker zeggen, maar twee van die debieltjes, die zitten daar, die zitten erin, die op een gegeven moment nu het protest hebben getekend. Maar één ding, ik voel hard wel, ik ga wel mee aan de test doen om mensen te redden, ja, tegen het coronavirus, ja. En daar heb ik Femke Louise niet voor nodig, ja, met haar miljoen volgers, waarvan een miljoen kindertjes zijn, ja. Goed voorbeeld Femke, maar ik heb ook Louis, en jij hebt Louise. En ik ben nog altijd meerdere. Doei. Ik hoop echt dat je op kan.